Het was nat, nat en nog eens nat vanochtend bij de training van FC Groningen. Robert Maaskant is momenteel in Breda omdat zijn vrouw op het punt van bevallen staat. Dus nam assistent Erwin van der Looy de honneurs waar in aanloop naar FC Groningen Feyenoord van aankomende zondag. Het elftal van FC Groningen blijft ongewijzigd in vergelijking met de wedstrijd van vorige week tegen Rode JC. Dat houdt in dat Luciano ondanks zijn fouten gehandhaafd wordt in de basis. Zelf wil de Braziliaan nog steeds niet met de media praten. Maar het team probeert de keeper zoveel mogelijk te helpen. Wij merken eigenlijk niet zoveel aan Lucy, want die is altijd vrolijk en altijd aanwezig in de kleedkamer. Je merkt wel aan hem dat hij zich een bepaalde schaamte voelt in de zin van dat hij zich schuldig voelt. En ja, dat proberen we ook wel uit zijn hoofd te praten. Ook op trainen proberen we misschien af en toe extra een complimentje te geven. Maar je weet ook wel dat de trainers met hem bezig zijn. Ruud Esp is met hem bezig. En Lucy is natuurlijk ook al wel wat ouder, wat ervaren. En je hebt wel eens vaker een mindere periode gehad. Dat heb je als speler ook. Dus we proberen hem wel te helpen, maar ook niet weer niet te veel. We proberen hem niet als een patiënt te zien of zo die doodziek is. Ik bedoel, er zijn ook ergere dingen op de wereld. We weten allemaal dat het beter moet. Dat geldt voor heel Groningen. Nou, dat geldt ook voor Lucy, dat weet hij zelf ook. Ja, we proberen hem gewoon allemaal te steunen. En ik denk dat het hartstikke mooi is voor hem dat hij krijgt te horen dat hij het volledige vertrouwen heeft. Daar kan het in ieder geval nu niet aan liggen. Nou, nu hopen dat hij ook het vertrouwen van het publiek terugwint. En dat hij gewoon lekker een keer een goede wedstrijd keept zonder fout. Dat zou voor hem gewoon helemaal top zijn. Vorig seizoen was het tegen Feyenoord echt helemaal top. Groningen won met 6-0 en het kon niet top in Groningen. Toch wordt er niet veel teruggekeken op die wedstrijd. Geen één keer, want ik denk dat soort wedstrijden dat zijn incidenten. Als je een keer met 6-0 van een topclub thuis wint, is gewoon een incident. Daarbij zijn die selecties allebei zodanig veranderd dat je terugkijken heeft totaal geen zin meer. Ja, het is natuurlijk hartstikke een mooie wedstrijd geweest. En zondag een nieuwe wedstrijd. Als jij aan die wedstrijd van vorig jaar denkt, wat gaat er dan in je hoofd om? Ja, dat alles lukte bij iedereen. En dat we na een kwartiertje of zo 3-0 voor stonden alweer of zoiets. Dus ja, dat is wel wat wel even bijblijft. De FC is de weg omhoog ingeslagen. Maar tegen de topclubs werden er nog geen punten gepakt. We hebben al twee stappen gemaakt dit seizoen, hebben we met elkaar gezegd. Het is tijd voor de derde. De eerste stap was uitwedstrijden winnen. Dat hebben we gedaan. De tweede stap was weer gewoon in de Euroborg winnen. Dat hebben we afgelopen zondag gedaan. En de derde stap is van een topclub winnen. Dat is tot nu toe niet gelukt dit seizoen. Mooie uitdaging. Zondag zit Robert Maaskant gewoon op de bank als er om 2:30 wordt afgetrapt in een uitverkochte Euroborg.